Hij kan kiezen. Hij heeft de ruimte. Wordt dit een doelpunt? Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Goed werk. Ja, en nu? De doelman mag de bal weer in het spel brengen. Succes. Krijgt hij hem erin? Dat is een kansrijke paas. Die paas is goed. Die komt er met de bal uit. Ja, en dan schiet hij. En dat is raak. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Schiet! Dit is buitenspel. Ja, dit gaat goed. Allemachtig doelpunt. Dat soort doelpunten zien we natuurlijk graag. Heerlijk uit de lucht genomen. Wat een prachtige goal, zeg. Ja, dat is een prima beslissing, want zo hou je tempo in de wedstrijd. Absoluut waar. Ik ben het helemaal met je eens, Evert. En dit is natuurlijk een vol. Daar gaat hij. Die bal is voor de doelman. Oei, ik was iets te volbarig. De bal werd zo fraai rondgespeeld. Wat beslist de scheidsrechter? Daar krijgt hij geel voor. De scheidsrechter lijkt even te twijfelen, maar trekt nu toch geel. Ja, voor mij had hij hem op zak mogen houden, hoor. Fantastisch. Juist. Wat een vaart. Raak, hij zit. En daar is nummertje 2 van deze speler. Het lijkt hem. De bal belandt bij een medespeler. We krijgen een vrije trap op een gevaarlijke plek. Een overzicht van alle overtredingen die zijn gemaakt. Daar is de opening. En nu doorgaan. Blijft gevaarlijk. Op zoek naar de opening. Een schot. Het schot smoort ergens in het... Overtreding, vrije trap. De bal komt op zijn kop terecht. Buitenspel volgens de scheidsrechter. Anders was het wel een doelpunt geweest. Ja. Ja. Krijgt steun in het centrum. De paas komt aan. Hij wist al 2 keer te scoren en zo te zien is hij niet van plan het rustig eraan te gaan doen. Goed hoor, hij hoeft er niet over na te denken. In de hoek. Hij vindt een medespeler. Ja, mooie opbouw. Het is wachten op de corner. Er gaat een speler vervangen worden. Die coach zegt, hij heeft alle 3 de wissels in 1 keer ingezet. Hij speelt de bal goed af. Ja, en nu? Gaat hij het redden? Ze staan al voor, dus wat maakt het uit? Coulsen. Nu moeten ze counteren. Ja, en nu? Toch nog een redding van de keeper.
ongelooflijk even. Ja, en nu? Schiet! Wat een prachtige. Tja, voor de winnaars is zo'n klinkende overwinning natuurlijk een lekker steuntje in de rug. En de verliezers, die moeten het maar zo snel mogelijk vergeten, dit potje. Precies, uithuilen en opnieuw beginnen, Evert.